Welkom terug op kamp, Grizzlies. Het is gelukt. Jullie zijn nu lid van de Orde van de Muskusrat. We hebben Lou gevraagd of wij de medailles uit mochten reiken. Waarop zij ontzettend gul zei... Ja, doe maar. Hoef ik het niet te doen. Ik moet het jullie nageven. Ik had niet gedacht dat jullie het zouden overleven. Ja, ik dacht dat jullie zouden worden opgegeten door een beer... en dat wij jullie restjes zouden moeten verzamelen. Maar waarom lieten jullie ons dan gaan? We hadden eigenlijk nooit aan jullie mogen twijfelen. Goed gedaan. Bedankt. Okidoki, we gaan ons opfrissen. Zoals jullie zien, zijn we behoorlijk vies. Wacht even. Jullie moeten nog vertellen over vannacht. Waar hebben jullie geslapen? Waar hebben jullie de krant voor gebruikt? En Finn, ben jij nu de modder van je arm aan het likken? Huh? Ja. Dat doe ik. Omdat we het zo zwaar hadden dat we modder moesten eten. In de wildernis word je een man. Matteo, het bloed op je elleboog zit vol pitjes? Het is bruinbesjes, Jim. Wat als het wel bloed was? Dan zou ik het niet op mijn brood willen. Wat is hier nu precies aan de hand? Het is ons niet gelukt, oké? We hebben de hele nacht chocolademelk zitten drinken bij juf Tilly in haar herberg. Wie is juf Tilly? De aardigste en gemeenste gastvrouw van de hele wereld. Haar bank is zo zacht, gelukkig konden we ontsnappen. Hebben jullie vals gespeeld? Loo! Waarom geven jullie nu niet gewoon die medailles? En waarom moet alles hier toch altijd weer eindigen in een schreeuwpartij? De jongens hebben de uitdaging niet volbracht. Ze zaten in een of andere herberg. Dat klopt. We hebben deze niet verdiend. Oh, die mag je houden. Oh ja? Juf Tilly nodigt iedereen die de uitdaging doet uit in haar herberg. Nadat ik er was geweest, plast ik na een week nog chocolademelk. Oeh, dat is iets om naar uit te kijken. Juf Tilly is het best bewaarde geheim van de orde. Je hebt ons niet gezegd dat we haar moesten zoeken. Oh, maar juf Tilly vindt je niet. Ze vindt jullie. Nou, ons heeft ze niet gevonden, toch? Nu ik eraan terugdenk, ik hoorde wel iets in de bosjes ritselen. Ik heb stenen gegooid. Misschien was het een hert. Een hert dat zegt hallo. Fantastisch. Dus wij hebben echt de uitdaging gedaan. En wat hebben we eraan overgehouden, behalve een nare uitslag? Een gevoel van voldoening.